Goedemiddag, beste Boemeldonkers zou ik willen zeggen, maar ook kijkers van Baronie TV. Welkom in ons prachtige Boemeldonk. De zon straalt uit de hemel. Er komt een geweldige optocht aan. Wij weten dat om 1:15 de lancering zal plaatsvinden van onze prins, prins Jochem, de 48ste. Ter ere van hem wordt deze optocht georganiseerd en verreden. Deze wordt verreden met een 9-tal A-wagens dit jaar, met een 11-tal B-wagens, met 24 loopgroepen, 18 D, ja eigenlijk trio's en individuelen komen er achteraan met 11. Zijn ze dan in totaal, die individuelen, die maken het samen 83 deelnemers dit jaar. Dat is een mooi aantal. De bak van Boemeldonk, de organisatie is er klaar voor. Er staat altijd veel op het spel om dit ja, voor elkaar te boksen. Maar met dit weer, ja, wat wil je dan nog meer? Ik zei al, de optocht wordt verreden voor prins Jochem de 48ste. Het toeval wil dat de man ook 48 jaar is. Prins Jochem is gekozen uit een tal van mensen die graag prins in Boemeldonk wilden worden. Maar hij is juist gekozen vanwege zijn betrokkenheid bij het vrijwilligerswerk in Boemeldonk. Niet alleen met carnaval als vrijwilliger op het podium, maar ook bij Beek Vooruit als scheidsrechter. Maar daarnaast is hij ook al jarenlang met zijn 7 jong belegen en de Johnny's betrokken bij de optocht. Speciaal voor hem, maar natuurlijk ook voor u achter de buis. De optocht van Boemeldonk. En als u ziet al enorm rijen dik staan met het publiek. En daar is het wachten nu op die mooie begin van de Boemeldonkse optocht. Maar daarvoor de speciale lancering van, zoals ik al zei, prins Jochem de 48ste. Ja, beste kijkers. Jullie zien in het Hofkapel. Het kapel van de bak van Boemeldonk voorop gaan in het toneelstuk wat zich afspeelt voor prins Jochem, de 48ste. Zij hebben jarenlang als loopgroep meegelopen en die weten dan ook wel de klappen van de zweep te vinden. En ik zie hier een bezem, daar kun je ook een klap van krijgen. Dat is niet echt een zweep, maar ik zie prins Jochem daar wel uitgeteld op de wagen liggen. Maar wij hopen toch wel dat hij tot leven gaat komen. Hij ligt er vredig en pees bij. Dat is ook niet gek met dit weer. Dit weer dat kun je niet van tevoren voorspellen, zo mooi dat het is. En ik denk dat hij maar erbij is gaan liggen qua ontspanning. Kijk en geniet u samen mee. In het prachtige dorpje in het zuiden van Boemeldonk genaamd, leefde een mooie aardige goedlachse en altijd vrolijke prins Jochem. De prins was reuze trots op zijn dorp en de Boemeldonkers. Ook de Boemeldonkers waren trots op hun prins en zij droegen hem op handen. Eén keer per jaar was het 6 dagen lang groot feest in Boemeldonk. Met als hoogtepunt op de 4e dag van het feest de grote optocht. Waarbij het Boemeldonkse volk hun allermooiste creaties en een prachtige kastelen opnieuw te zien aan de rest van de wereld. Vandaag is deze grote dag dan eindelijk aangebroken. Het Boemeldonkse volk heeft hier heel lang naar deze grote dag toegeleefd. Maandenlang zijn er in het holst van de nacht aan de kastelen op wielen gewerkt. Ook de naaimachines hebben de overuren gedraaid voor de allermooiste creaties. Maar niet iedereen was even aardig en lief in het Boemeldonkse volk. In het dorp wonen 5 gemene heksen. Ze waren jaloers op de prins Jochem die aan het hoofd van de Boemeldonkse volk stond. En door iedereen heel erg was geliefd. De heksen wilden aan de macht. Ze wilden het mooie gouden prinsenschild en de prachtige met goud afgezette prinsensteek. Als ze deze in hun bezit hadden, dan zouden ze ook net zo geliefd zijn in Boemeldonk. Ze bedachten een heel listig plannetje om de prins uit de weg te ruimen. En ze gingen met een mand vol heerlijke, glanzige, sappige en giftige appeltjes vanmorgen bij de prins op bezoek. Ze wisten dat prins Jochem
dol was op deze heerlijke sappige oogappeltjes. Henny de heks schonk prins Jochem haar allerliefste glimlach, waarbij ze haar al haar rotte tanden goed te zien waren. Hallo, lieve prins Jochem. Wij hebben voor jou een heerlijke man met sappige oogappeltjes. Zei ze met haar krassige stem. En deze allerlekkerste sappige oogappel is speciaal voor jou. Neem een hap en je zult je heel heerlijk en energiek voelen. Zodat je de rest van de carnaval je op je allerbest zult voelen. De prins, die de vierde dag van het carnavalfeest al best een beetje moe begon te worden, nam de oogappel dankbaar aan. En hij nam een grote hap uit de appel. Meteen daarna zakte de prins in elkaar op de grond en hij bleef levenloos liggen. Ha, de andere heksen gaven elkaar een high five en die lachten gemeen. Dat hebben wij weer heel mooi voor elkaar. Voortaan zullen wij aan de macht staan op het Boerdonkse volk. En zijn wij bijzonder geliefd en belangrijk. Wat de heksen niet wisten, dat de lakeien van de prins alles gezien en gehoord hadden. Ze tilden de prins Jochem op de vorstelijke fruitkar en ze reden hem naar de grote markt, waar over een paar minuten de optocht met de grote luchtkastelen van start zou gaan. Er was geen tijd te verliezen. Op de markt moesten ze iemand vinden van het Boerdonkse volk die de betovering kon verbreken. Misschien zou de hofkapel een klein deuntje van de Boerdonk kunnen blazen, zodat dat de prins weer tot leven gewekt kan worden. En zou het prins Jochem lukken om te ontwaken? Zou hij het leven terug kunnen vinden? Oh, niets. We gaan het meemaken. Er moest toch een oplossing zijn. De prinses. Prinses Marcia. Zou jij misschien de prins willen wakker kussen? Zou jij dat misschien doen? Ik ga het proberen. Oh, volgens mij kan jij dat heel erg goed. Prinses Marcia kwam met haar inie-mini-kroontje en haar mini-mini-toverstafje naar de prins. En met haar lipjes getuit gaf ze prins Jochem een fruitige kus. De prins opende zijn ogen en kwam weer tot leven. Oh, zo liep alles gelukkig nog, gelukkig en goed af. En de prins en de prinses leefden nog lang en gelukkig. En ze genoten van de 48e carnavalsoptocht van Boerdonk, die dit jaar mooier was dan ooit. Ja, over straattheater gesproken. Prachtig gesproken door de vrienden en vriendinnen van onze prins Jochem, de 48e. Oogappeltjes van prins Jochem. Een fantastisch sprookje. Nu onze grootvorster staat en ik heb zo het woord gaan geven. Denk je dat het goed is dat we eerst nog even een grote polonaise samen met jullie gaan doen. Voordat jullie hier gaan vertrekken. Hofkapel, graag een grote polonaise. Ja,
Ja, en met deze grote mooie Polonaise denk ik dat we een hele goede start hebben van de Boemerdonkse optocht. Die voor de 48ste jaar door onze straten heen zal trekken. Ter ere van onze grootvorst Prins Jochem, de 48ste. En kijk hem stralen in het feestgedruis. Ja, wat moet je nog meer als je met dit weer de optocht mag gaan beleven zoals hij hier mag beleven midden op de markt. Kijk eens thuis, er gaat iets geweldigs aankomen. En blijf zitten, want het is zeer zeker de moeite waard. Nou, goeiedag beste kijkers. Welkom terug bij de grote optocht in Boemerdonk 2014, als u het jaar kwijt bent. En ik wil ook verwelkomen, die heb ik net van de markt afgeplukt. Dat is onze Frank. Waar sta jij ergens, Frank? Ja, Chris, ja, ik sta mooi in het hoekje van de Kapelstraat, Molenstraat. De eerste wagens zijn in aantocht. Het is niet niks wat eraan gaat komen. Het is rijen dik wat je hier ziet staan. Lekker in het zonnetje. We hebben een fantastisch plek. Ja, een en al lach bij iedereen op het gezicht. En ik denk dat nadat alles langs is gekomen, dat je nog alleen maar meer lach gaat krijgen. De eerste deelnemers zijn in aantocht. De deelnemers van de kinderoptocht van gisteren. Ja, wist je daar wat van die kinderoptocht? Ja, liefst 120 deelnemers, Chris. Ja, het kent zijn weerga niet, het enthousiasme. Ik ga een klein stapje achteruit doen. Want wij gaan plek maken voor die mensen, voor die wagens die de aandacht verdienen. Ja. Dat is het mooiste wat Boemerdonk met carnaval voortbrengt ter ere van Prins Jochem. Alles wat hier voorbij trekt wordt straks gejureerd. De jury die bestaat uit 20 personen. 20 personen die weer onderverdeeld zijn voor de A-wagens en B-wagens. A-wagens en B-wagens, dat zijn wagens van 8,5 meter lang. Of hoog en 20 meter lang. En A-wagens zijn 11 meter lang. Alsjeblieft zeg. En in die kinderoptocht, dan lopen nou alleen maar de eerste, de beste mee? Of hoe gaat dat nou? Nou, in de kinderoptocht, daar zijn een aantal categorieën. Ja. En van die categorieën rijden de eerste twee, drie rijden mee. Okay. Nou, eerst is de bezemwagen, dat is een steun onze optocht natuurlijk. Ja. Mensen moeten gul geven, want carnaval moet blijven staan, bestaan, hè? Ja, wat je hier aan ziet komen, dat zijn de Bikse draken. De Bikse draken die zijn gisteren eerste geworden in de BK. Dat is de hoogste categorie hier in Boemerdonk in de kinderoptocht. Oh ja. En die mogen dan ter ere van hun eerste plaats meerijden in deze grote optocht. Het zijn eigenlijk, ik zijn geen kinderen eigenlijk meer, het zijn beginnende volwassenen. Als je ziet wat ze bouwen en ook wat muziek bij zich hebben. De schoolverlater zou ik zeggen. En een goed stukje muziek. Ja, dat die jeugd al zo mooi bouwt, hè? Zo. Ja, dat is fantastisch om te zien. Omdat dat je kunt zien dat er ook weer aanwas naar boven toe is. Ja. Kijk, verenigingen die zetten alles opzij om op een gegeven moment door te groeien naar een grote optocht. Maar om dat jarenlang vol te houden. Ja, met al je privé en andere beslommeringen eromheen, ja, dat valt niet mee. Dus dan is het mooi dat je de doorstroming gewaarborgd hebt. Prachtig, ja. De titel van deze groep was Boemerdonk is een en al kunst. Je ziet ook de schilderijen met de carnavalskoppen erin, met de kwinkslag daar naartoe. Schitterend. En de volgende is een aantocht. Je zou zeggen, waarom is die de eerste geworden? Nou, die is zelfs tweede geworden gisteren in de kinderoptocht. Het zijn wagens van pak een beetje 6 meter hoog. Dit is CV Piendraad. Ja. Zoekt het hoger op. Nou, dat betekent vogels. En je ziet parachutes, je ziet een regenboog en ook natuurlijk de vliegtuigen. Piendraad is een vereniging, een jeugdclub die voort is gekomen van CV De Waaipalen. De Waaipalen, mooi hè? Dus dan snap jij ook wel, Chris. Ja. En de kijkers thuis misschien ook wel, dat je daartussen piendraad nodig hebt. Nou, vandaar dat ze er eigen piendraad hebben genoemd. Ja, als ze niet weten, dan is het prikkeldraad, hè? Wat stroom op staat, ja. En, oh god, het beweegt ook allemaal, hè? Ja. Een
Maar weten we wat nou af zit te vragen? Er gaan zoveel wagens mee rijden. En die moeten allemaal bouwplekken hebben. Is dat nog steeds voldoende hier in Bloemendonk? Ja, dat is voldoende. Ik moet wel zeggen, het staat onder druk. Oh. Dat wil zeggen dat in heel veel neshutten worden gebouwd. Die neshutten die worden door de gemeente Breda nu gedoogd. De bak van Bloemendonk is met man en macht bezig om die neshutten erin te blijven houden. Ja, ja. Maar dat betekent dat daar ook een oogje dicht gedaan moet worden. Nu willen ze dat officieel gaan maken dat het toch wel geoorloofd is om die neshutten te laten staan. Ja. En je zou eigenlijk zeggen, ja, waarom niet? Wat hebben mensen er last van als niemand, de buren en dergelijke daar toestemming voor geven? Als je ziet dat de mensen, jonge mensen, vaak technisch bezig zijn zich te ontwikkelen. En ook van de straat gehouden worden, want dat moet men ook niet vergeten. Want wanneer beginnen ze dan mee met dit soort bouwen? Ja, dit soort creaties worden gestart rondom oktober. Dan praat je echt over het ijzerwerk en het fysieke. Ja. In de zomer is het vaak uitdenken van, joh, waar gaan we weer over bouwen? Kom je een mooie wagen af, Frank? Ja, dit is CV de Joppers. Die zijn eerste geworden. Je ziet het aan de voorzijde van de wagen AK. In de AK-categorie. De AK, ja. Dat is een categorie waarin gebouwd wordt met hulp van ouders. De Joppers hebben in het verleden ook altijd een steentje bijgedragen in de grote optocht. Meer dan verdienstelijk geweest. Ze hebben een aantal keren de grote optocht gewonnen. De cup met de grote oren. En wie die creaties allemaal, zijn er vaste tekenaars bij of huren ze iemand in? Hoe gaat dat? Want het ziet er allemaal geweldig uit, verzin het maar, hè? Ja, het is heel typisch, maar elke club heeft wel de eigen creatievelingen. Oh. En van oudsher wordt dat een beetje doorgegeven. Kijk, die joppertjes die zijn nu aan het bouwen, maar die krijgen het van de vader en moeders, krijgen ze het mee. Het zit in de genen. Het zit in de genen en het wordt met de paplepel ingegeven, zeggen ze hier ook vaak. Ja. En dat zie je vooral terugkomen in de kinderoptocht in dat soort categorieën. Ja. De bak van Boem dan geeft dat goed voor elkaar. Die waarborging van continuïteit is super belangrijk. Ja. Want hier heb je nu bijvoorbeeld de DKK, ook weer, eerste prijs. Ja. Eerste prijs van de DKK. Dat is eigenlijk een, je zou zeggen een voorloper van de C-categorie in de grote optocht. C-categorie noemt men hier de loopgroepen. Ah, leuk. Ja. Kijk, en hier heb je de Black Eagles alweer. Mini Black Eagles, wel te zeggen. De de grote Black Eagles komen er nog aan. Nou, die ziet er toch al schitterend uit. Ja, en het is een mooie kenmerkende deuntje op de achtergrond. Ja. En het is gelijk duidelijk dat ze over de Eiffeltoren of over de Efteling, over de Efteling bouwen. Eiffeltoren van Bloemendonk. Ja, ik wilde nog even kijken of je wakker was. Oh ja, is die wakker. Maar ik kom naar boven hier, hoor. Goed zo. Jan, we zijn alle twee goed wakker, ja. Mooi zeg. Ja, leuk om te zien dat de kinderen ook enthousiast meedoen. Kijk, die staan er ook uit te kijken dat die rijen dik vol met mensen staan. Dan is het hartstikke leuk dat zij mogen genieten ook van die grote optocht. En daarachter de eerste prijs van CV de Leutmutsen. Die zijn eerste geworden in de CKK. En kijk ze maar eens ervoor gaan staan voor de foto en voor de camera. Ja, ik zie hier gewoon die mooie wagen nog, hoor. Oh, hier, kom, hier zijn ze. Daar zijn ze. Oh, ze blijven rustig staan ook wel. Dat kan ook wel hier in de zon. Geweldig. En daarachter zien we een hele ruige rockband die eerst is geworden in de BKK. En was dat de BKK nou weer voor? Ja, dat is een categorie. Het is toch te gek voor woorden aan die BKK, al die afkortingen? Ja, dat is een categorie wagens, maar dan niet voortgestuwd met tractoren. Maar gewoon met de hand geduwd. En met de hand geduwd. Dat is eigenlijk om een opmaat te kunnen krijgen naar die BK toe. Ja. Het zijn wel categorieën, zeg. Goeiendag. Ja, als je... Als Bloemendonker moet het allemaal weten, maar heel de regio zit nu ook al neer te knikken. Ja, ik hoop dan ook dat de kijkers ook jarenlang gaan blijven kijken. Dat iedereen op een gegeven moment doorheeft van, hey, de BKK, dat is... Dat hoopte jij. Nou, hoop lekker verder, zou ik zeggen. Waar hoop is leven, hè? Toch? Ja, vind ik ook wel. Ja, Frankie, dat gaat goed komen. We moeten volkens van tevoren in huis en huisbladen doen. Misschien snappen ze dat nog wel. Maar ik vind het gewoon allemaal mooi om naar te kijken. Echt waar.
Ja, ja, het is schitterend leuk om te zien. Kinderoptocht, dat zijn de eerste publiekstrekkers in die grote optocht. Ja. En daarmee stimuleren ze eigenlijk ook in feite die jeugd om door te groeien naar het grotere plafond. Ja, het grote doel van eigenlijk iedere wagenbouwer hier in Boemeldonk, en dat is de Cup met de grote oren. Je zou kunnen zeggen, ja, waarom bouwen ze nu eigenlijk? Nou, het prijzengeld is hier nog rond de 1000 euro, dus zo. Daar bouw je eigenlijk totaal niet voor, omdat je wagens ziet die hier 15.000 euro kosten, minimaal. En dan hebben er nog heel veel mensen sponsoring in hun achterzak. Maar het is echt puur die eer. En het is straks ook heel leuk om terug te zien dat de CV de Black Eagles, dus een vereniging die al van oudsher meedoet, dat terug laat komen in hun wagen getiteld Boemeldonks Emotie. En als echte wagenbouwer begrijp je wat die gasten bouwen. Dat het daarom gaat. Dat je niet beter wil zijn dan een ander ten koste van. Nee, dat we samen als Boemeldonks zijnde hier een prachtige optocht weg willen zetten. Het gevoel in de optocht eigenlijk. Absoluut. Dat is echt een beleving. Ja. Mooi. En dat het publiek dan aan de kant ontroerd is. En wij aan de buis. Ja. Ja. Is het een eerste gat in de optocht of zo? Of, degene dus, van de straat lopen? Of wat, het is heel fijn om te weten dat we een lange kabel hebben van onze cameraman. Dus we gaan proberen naar de hoek te lopen. Terwijl dat jij loopt, gaan we eventjes pauzeren.